Tom Kaanen, de technische baas bij Rode JC. Slecht gestart, 6 gespeeld, 3 laatste 5 wedstrijden niet gescoord. Onrust in Kierigraai. Wie is echt schuldig? Wie is daar debet aan? Nou, ik denk niet dat het zo onrustig is. Ik denk het enige wat er speelt op dit moment is dat je niet de gewenste punten hebt die je had gehoopt. En dat is logisch dat dan fans daar mee bezig zijn. Maar nee, bij ons is totaal geen onrust. En ja, wat is debet aan de start? Ja, daar is deze tijd te kort voor. Dat is een samenloop van omstandigheden. Maar kort samengevat, op dit moment hebben een aantal spelers die niet het gewenste niveau wat ze minimaal kunnen halen. Ja, dat opgeteld bij wat ongelukkigheden, denk ik dat dat op dit moment de belangrijkste factor is. Wie is er verantwoordelijk voor de samenstelling van de selectie? Dat doe je met een heel team, maar de eindverantwoordelijke ben ik. En als er straks, vandaag, dat is natuurlijk geen appeltje eitje. Het is niet dat je zegt van we zullen Feyenoord even op de plaats zetten. Als nou over 3 nederlagen er iemand uit moet, wie gaat dat worden dan? Nou, ten eerste gaat er niemand uit. En ik denk dat, wat ik al zeg, de eindverantwoordelijke blijft met z'n allen dragen. En op technisch vlak blijf ik de eindverantwoordelijke. Er gaat dit seizoen geen trainer weg bij Rode JC. Dat is 300% zeker. Nou Hans, nu ga je weer een andere vraag stellen. Dus je weet nooit hoe het mechanisme van voetballerij loopt. Dat hopen we zeker niet te doen. Maar garantie voetbal heb je niet voor, niet voor een trainer, maar ook geen voor geen TD, voor niemand. Dus ook de TD kan eruit? Ja, iedereen kan eruit. Dat is inherent van het voetbal. Hè. Dus je hebt nooit controle op het complete voetbalmechanisme. Maar je moet gewoon elke dag bezig zijn met hetgene waar je voor bent aangesteld. En dat hoop je zo goed mogelijk te doen. En dat is een ander om dat te beoordelen. Maar we maken allemaal fases mee. En ik hoef hier geen voetballer te noemen die er zijn, maar... vandaag zijn wij het en de volgende keer is iemand anders. In de tussentijd proberen wij en ik zeker het hartstikke goed mogelijk te doen. Maar in eerste instantie zei u van, nou, de trainer gaat er niet uit. Maar toen ik zei 300%. Nou ja, je weet zelf, als jij zo die vraag gaat stellen, dan krijg je een ander antwoord. En waarom 300%? Omdat je nooit A, niet alleen over gaat, maar B, jij... Je wil een antwoord horen. En als je zegt, we gaan een trainer nooit uit, ja, dat kan niet, want ooit gaat weer een ander trainer komen. Maar dit seizoen bedoelde ik. Als het even tegen zit, nog een wedstrijdje of 4. Nou ja, goed. Als je mij nog een beetje hebt leren kennen, ben ik iemand die 100% achter het project staat. En ook al 100% achter de trainer. En dat blijf ik altijd te doen. Dan weet ik, als deze uitspraak doet, zeggen mensen, ah kijk, dan komt ik aan de uitspraak. Ja, we gaan je eraan houden. Maar goed, je mag me altijd op terug refereren. Maar, dat gaan we ook doen. Op dit moment zijn wij gewoon hartstikke goed met elkaar bezig. Het enige wat ik zeg, en dat is begrijpelijk, de punten blijven achter. En dan krijg je dit soort vragen. Maar dat vinden wij wel oké. Succes. Dankjewel.